Kijk eens bij wie ik in de auto zit. Tot na de operatie. Afscheid van je nemen. Ja. En toen ging ik helemaal trillen, heel mijn lichaam ging trillen. Ja, dat vind ik echt gewoon vreselijk. En het is zo oneerlijk. Ik ga weer even mijn shirtje omhoog doen voordat we weer een strijk krijgen voor te veel. Hi lieve fantasties, welkom bij een nieuwe video. Kijk eens bij wie ik in de auto zit. Het is been a long time. Het is gelukt. Ja, zoals ik vorige keer zei ik al van, nou, ik sta er helemaal klaar voor. Ik ga dadelijk met mijn vriendin afspreken. En toen, tijdens dat ik dat aan het filmen was, appte je dat Kane hartstikke ziek was. Die had er niet zoveel zin in. Nee. Ik denk, jij gaat echt niet weg vandaag. Maar het is gelukt en wij gaan gewoon even lekker sushi eten. Lekker. En bijkletsen. Honger. Honger, ja. Trek. Je matcht wel mooi. Ja? Hè? Met die roze... Nou, nog net geen loper. Jouw boom staat hier. Ja. Alleen die van mij is helaas wit. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben een hele leuke dag gehad allebei gisteren. Ik lekker met Ellen naar de sushi geweest. Yeah. En het was heerlijk. En ze hebben het helemaal verbouwd daar. Waar ik naartoe was. Dus dat is ook wel heel leuk. Dus daar kunnen we volgende keer ook weer naartoe. Ja. En wat ik daar ook wel heel leuk vind, is dat het was een all you can eat. Maar ook het drank was inclusief. Oh, serieus? Dus ook gewoon de latte macchiato's gewoon de, hoe heet het? De frisdrank en zo. Ja. Dus dat was wel... Ik denk dat ze dat wel slim doen, want omzettechnisch gezien is het denk ik dat als mensen onbeperkt ook kunnen drinken, dat ze dan veel sneller vol zitten ook. Dus dan zullen ze ook minder eten bestellen. Ja. Zou kunnen, misschien wel. Maar het is wel prettig als je er gewoon zit dat je daar niet over na hoeft te denken. Nee, dat is gewoon denk nou. Bij elke ronde neem ik ook even wat te drinken, want je krijgt er ook hartstikke veel dorst van. Ja, die zul je altijd, hè? Ja. Dan kom je thuis dan. Ja. Nee, maar dus dat was hartstikke gezellig. En jij bent natuurlijk met Michael naar Hudson geweest met Jesse Silva. Jesse mocht kiezen. Ja. Ik zeg, wil je zo meteen lekker thuis eten en dan... even gamen. Of wil je naar je favoriete restaurant. En dan kun je daar lekker uit eten en dan in de speeltuin. Dus toen zei hij, of we gaan eerst uit eten. En dan gaan we niet te lang blijven. En dan gaan we naar huis en dan kunnen we ook nog even gamen. Ja, zo pinter. Oké. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, hij is neus. Dus dat hebben we gedaan. Hij ging om 9 uur pas naar bed. Zo. Maar had wel een medaille verdiend. Dat zeker. Hartstikke goed. Ja. Ja, en nou, vandaag zijn wij helemaal opgedoft. Ik alvast mijn dingen al aan. En jij straks je pak aan. Want we hebben dus het optreden waar we jullie over verteld hebben. In Villa Vredelust in Tilburg. Sing a song. En er komen heel veel familie en vrienden komen ook kijken. Dus dat is ook hartstikke leuk. Ja, dus we hopen dat het allemaal verloopt zoals we hopen dat het gaat zijn. Ja, en dat buiten. Het weer mooi blijft. Ja. Is toch ook altijd leuker. Jesse Silver die is bij mijn moeder. En wij gaan dan nu naar jouw vader even kletsen en nog wat ophalen. Ja, extra, en dan kunnen we door. Hè? Extra geluidsetje inderdaad. Omdat het best wel een groot terras is. Ja. Ik hoop alleen wel dat we een beetje door kunnen rijden voor het tankstation. Want ik rij al best wel lang op streepjes. Ja, dat ben jij dan weer. Ik word daar bloedzenuwachtig van. En jij zegt altijd al, dan kan je nog wel even. Ja, je kan een keer uitgerekend. Namelijk makkelijk 20, 30 kilometer.
Ja, maar als jij dan vervolgens nergens bij kan houden hoe lang je er al mee gereden hebt, of hoe lang de ander er al mee gereden heeft, dan heb je dus totaal geen controle. Nee, maar ik heb wel controle. Dat is gewoon... Het is vingerspitsgevoel. Ja. Weet je wel. Oké. Nou, yes. We gaan even verder met voorbereiden nog. Heb je wel de tablet weer meegenomen? In de auto. Die heb ik er niet uitgehaald. Nog beter. Dat is beter. Snotterige goeiemorgen. Het is alweer bijna een week na ons optreden. De tijd vliegt echt werkelijk voorbij. Dat is echt, je denkt van nou, morgen gaan we wat opnemen. Of morgen ga ik wel even dit koken. Of morgen ga ik even live. Ja, het lukt nog even niet. Ik ben even lekker alleen. Ik ga zo meteen, want ik heb alle latjes voor het bureau op maat gezaagd. Die ga ik zo meteen schuren. De zomer is echt voorbij. Het is volop herfst, mogen we wel noemen. Het regent, het waait, code geel, stormnamen, de hele mikmak. Dus dat is wel echt een domper. Maar ja, het is niet anders. Ik heb wel een lekker bakkie. Oh ja. Ik heb... In de vorige vlog verteld dat ik afspraken heb gemaakt met de psycholoog voor ADD en nog wat andere dingetjes in mijn hoofd. En dit ging als volgt. Ik ben naar de dokter gegaan, daar kreeg ik een verwijzing en die was voor het ADHD Centrum Den Haag. Daarvan kreeg ik een mail dat ze een wachtlijst stop hebben. Dus ja, er is een wachtlijst en daar mag ik niet meer op. Dat ik contact moest opnemen met mijn wachtlijstbemiddelaar. Dat heb ik gedaan. De wachtlijstbemiddelaar die zei na een kort gesprekje van, nou, we hebben iPractice, is een soort van overkoepelende, een soort van samenwerkingsding. En wat doen die? Die gaan in gesprek en na aanleiding van het gesprek komt er een soort van adviesrapport en dan weten ze je beter te channelen. Hè? Dat ze dus precies weten waar ze je moeten plaatsen. Ik zei, nou, laten we dat dan maar doen. Op zich ging dat vrij snel. Nu was het wel zo dat mijn telefoon zo ingesteld stond dat smart detection, weet ik veel, spam, dat het telefoontje werd geblokkeerd. Dus dat was heel vervelend. Ik gelijk bellen. En ja, nou, kon je volgende week. Ja, dus ik al helemaal, want ik had al een lijstje gemaakt. Natuurlijk, de stap om het te doen is vrij groot. Dus ik zat al 2 dagen zenuwachtig voor het telefoontje. Ik zei, nou ja, volgende week dan. Kon wel een dag later, maar dan moest ik weer werken. Nou, uiteindelijk kon het wel, omdat ik mijn dienst heb kunnen ruilen. Dus, het is die dag dat telefoontje is. Ik zit helemaal klaar. Blijkt het een telefoonafspraak te zijn om de afspraak te plannen voor de intake? Ja, heb jij hem nog? Ik zei, nou, dat mag nog wel even wat beter gecommuniceerd worden, want ik dacht dat dit de afspraak was voor de eerste, weet je wel. Oké, nou, dat was dus niet. Afspraak gepland voor de intake was 2 of 3 weken verder. Dus op zich gaat dat nog vrij snel. Ik heb die intake gedaan. Nou, intake was prima. Fijn gesprek. En... Helemaal prima. Dus zij zei, nou, ik kom met een advies en dan naar de hand daarvan gaan we even kijken. Want als ik, wat was het nou toch? Als ik je het advies geef voor de ADD-diagnose, ze zegt, dan denk ik dat zij gaan zeggen, ga eerst maar even wat anders aanpakken. Want het kan zijn dat symptomen waar ik last van heb voortkomen uit...
ja, andere problematiek, zeg maar. Dus als je dat dan eerst aanpakt, dan kan het zijn dat symptomen verdwijnen. Of juist verergen, maar dan weet je dat ook. Maar dan is dat in ieder geval eerst aangepakt. En als dat zo is, dan zeg ik, kan je aanmelden voor de ADD, dan ben je snel aan de beurt. Word je daardoor dus gezegd van, nou, dat gaan we niet doen, want je moet eerst het andere aanpakken. Dan ben je helemaal terug bij af. Dan moet je een nieuwe verwijzing halen. En zeg, als ik je dus adviseer om eerst het andere aan te pakken, kan ik je vrij snel aanmelden. Ik denk, ja. Op zich, nou, ik sta overal voor open. Dus zij belt een dag later op, voicemail, ik was aan het werk. Geen nummer om terug te bellen, dus dat was lastig. Zegt ze, nou, ik bel morgen nog wel een keer. Dag erop, inderdaad, gebeld, maar weer aan het werk overdag. Dus staat ze op de voicemail. Ik denk, laat ik voor de zekerheid een mail sturen naar iPractice. Met dat ik wel akkoord ga met haar voorstel. Oh ja, want haar voorstel was dus om toch een kortdurend traject te starten. En dan kon ze me vrij snel aanmelden. Dus ik dacht, prima. Weekend, toen was het maandag. Toen dacht ik, laat ik voor zekerheid ook even bellen. Wacht even, ik heb ook mijn eitje in de pan liggen. Toen was het maandag. Ik denk, ik bel even. Ja, ik dacht, kan ik dit nog korter uitleggen aan jullie of niet, maar dit is echt het verhaal hoe het gegaan is. Maandag, ik bellen. Krijg een dame aan de lijn. En ze zijn allemaal super aardig, hè, want daar ligt het allemaal niet aan. Ik zeg, ja, ik denk, bel voor de zekerheid. Ik heb piep gesproken. Ik wil even zeggen dat ik akkoord ga. Ik heb ook nog een mail gestuurd. En ik haal even gegevens erbij. Nou, mail was niet... kon ze niet vinden. Ze wist niet wie Piep was. En zegt, ja, kan je dan nog even je hulpvraag misschien even kort uitleggen? Nou, echt, maar ik... Ten eerste haak ik dan af met de voorgeschiedenis bij PsyQ, dat ik na een jaar een telefoontje kreeg van, nou, u bent bijna aan de beurt, sorry dat het zo lang duurt. Ik zei, nou, dat is prima. En toen kreeg ik een week later een enquête van hoe de behandeling was geweest. Nou, dan ben je maar kwijt. Dan ben je maar gewoon. Dan ben ik echt al lang afgehaakt. En dan sta ik al 3 stations verder. Want ik kan daar zo slecht tegen. Dus ook dit weer dacht ik, oké, als nee, dit really? Het is me gewoon niet gegund of zo. Dus ik zei, nee, sorry, dat ga ik niet doen. Ik zeg niet voor jou. Ik zeg maar... Of jullie zorgen dat de zaakjes even wat beter op orde krijgen. Of laat lekker zitten dan. Weet je wel. Zij bleef rustig. En kun je dan die mail... Ja, die mail. Oh ja, ze dacht ik nog. Ik heb natuurlijk die mail. Ik heb 2 e-mailadressen. Een van mij en René samen. En een van mij persoonlijk. En dan was een van die 2 aangemeld daar bij dat bedrijf. En ik had natuurlijk weer gemaild vanuit het andere adres. Dus ik nog een keer gestuurd. Oh ja, ik zie hem nu binnenkomen. Toen kreeg ik een soort van automatisch gegenereerd bericht. Dankjewel voor uw interesse, maar wij kunnen u op dit moment niet helpen. Dus René gelijk in de app. Ja, wat is dit nou? Ik zei, nee, rustig, even negeren. Dus ik zeg tegen die meid aan de telefoon. Ik zeg, joh, ik zeg, zoek jij even uit hoe het zit. Of je die persoon kan vinden met wie ik dat gesprek heb gehad. Wat daar het advies van is en zo, bladibla. Zeg maar dat ik akkoord ben. En anders belt ze misschien zelf nog wel een keer terug. En dan zien we het vanuit daar wel. Ja, dat is goed. En toen kreeg ik later die dag een e-mail. Dat aan de hand van het gesprek een traject wordt gestart. Maar omdat ik verzekerd ben bij een dochterlabel van VGZ of Menses, dat de wachttijden langer zijn dan gebruikelijk. Maar dat ik wel geholpen ga worden binnen de landelijke termijnen die daarvoor gesteld zijn. We gaan nu binnenkort persoonlijk bellen met uitleg over de behandeling. En wanneer zij verwachten
dat de behandeling zou kunnen starten, dus hoe lang de wachtlijst is. Ja, dat dus. Ik ben er helemaal stil van. Ik ben en terug af. Zo voelt het tenminste. In die zin terug, nou ja. Ik neig dan nog steeds weer. En dat doe ik niet expres. En ik probeer het ook tegen te houden. En dat doe ik nu ook. Want ik ga het dus wel doen. En ik blijf rustig. En ik blijf communiceren. En... Maar mijn eerste neiging is dan al gewoon van, joh, laat maar. Laat maar zitten. Er zullen vast mensen zijn die het veel zwaarder hebben dan ik. Die wachtlijsten zijn er niet voor niks. Er zullen vast mensen zijn die vele heftigere problematieken hebben. Het komt wel goed. Ik doe het al zo lang zo. En dat overwin ik ook alweer of zo. Dat lukt wel. Maar moeders gesproken en René ook, die zeiden van joh, laat hem maar gewoon rustig gaan staan. In principe ja, kost het me ook niks extra's aan energie nu dat ik op een wachtlijst sta. Ik sta in ieder geval weer op de wachtlijst. Ik heb wel even een mail gestuurd en gevraagd of ze wel doorhebben met welke doelgroep patiënten ze werken. Want van de wachtlijst naar je wordt snel behandeld, naar we weten niet wie je behandeld heeft, naar een afspraak, wat er vervolgens een belafspraak blijkt te zijn om een afspraak te plannen, naar nou ja, alles wat ik net heb verteld, slinger de slangen. Ik vond het bijzonder. Ik vond er wel van. En dat moet in mijn optiek gewoon echt beter. Het is wat het is. En het is ook niet dat ik helemaal klem zit met een burn-out of wat dan ook thuis. Dus dat, weet je wel, dat valt allemaal wel mee. Maar ik kan gewoon ja, heel slecht tegen bedrijven en dan met name in de zorg die ervoor moeten zorgen dat mensen beter worden en dat ze mensen helpen en zo. Op deze manier dan omgaan met afspraken en patiënten en zo. Vind ik bijzonder. Ik vind het heel raar. Maar ik ga lekker mijn ontbijtje eten. Het is nu 9:30, dus ik kan nog 2 uurtjes schuren voordat ik naar mijn werk moet. Hebben we nog leuke dingen binnenkort. Nou, ik heb wel iets leuks gevonden in Sicilië. Dus we gaan nu de eerste gesprekken plannen met de bank voor de overwaarde op te nemen om dan eventueel iets aan te schaffen in Sicilië. Dat kan allemaal nog maanden duren. Maar wel leuk om mee bezig te zijn. Ja, en verder is het dus shitty weer outside. Dus we gaan binnenkort binnen klussen, denk ik. Ja, en het koken ook nog, moeten we ook nog doen. Oh, dit wordt echt zo'n cream voor René om te editen. Maar you can do it, baby. Ik ga lekker eten en schuren. Oh jee, de mooie zonnebloemen zijn ook weer omgewaaid. Ja, zo mooi zijn ze niet meer. Ah. Staan ze misschien wat stabieler. Zo, onze werkplaats. Oh ja, die heb ik ook nog natuurlijk. Ik denk dat ik eerst even de stokstoel in elkaar ga zetten. En dan kunnen we die schilderen namelijk. Want dan kunnen we die verkopen. Dan kunnen we die een tweede leven geven. Ja, laten we dat eerst doen. We hebben dus alles geschuurd en wel, alleen dit was een verbinding met, nou ja, hier zie je hem dus opnieuw gemaakt. Die verbinding was helemaal weggerot,
Dus nu heb ik hier allemaal gaatjes ingeboord. En een nieuwe verbinding gemaakt van duvels. Houtlijm erin. Lekker veel. En dan duveltjes erin. En dan weer vastzetten. En nu even wat spanbandjes eromheen gezet. Zodat die goed strak en helemaal mooi aansluit van binnen. En dat de lijm alle gaatjes opvult. Zodat we weer een net zo sterke, zij het niet, nog sterkere verbinding hebben gemaakt. Ik ben ook, heb ik al verteld. Ik moest net 10 keer achter elkaar niezen. Ik hoop dat er ook al een beetje allergie bij komt kijken. Ik ga lekker douchen. En dan moet ik helaas naar mijn werk. De volgende fase in de stokkenstoel reparatie en restauratie gebeuren. Dit is de andere poot. Ik heb hem voorzien van nieuwe duveltjes. Lekker houtlijmpje ertussen zodat hij goed vast zit. En hier een extra platte profiel. Platte, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Verbinding. Om hem extra stevigheid te geven. En ook deze hebben we weer helemaal uitgeboord. Voorzien van nieuwe duveltjes. Ik heb er nu 6 tussen gedaan. Spanbandje erom. Houtlijm. En die moet even drogen. En dan in de volgende fase kan alles weer in elkaar. En dan een likje verf op. Zo, goedemiddag. Het is... Maar ja, het is maandag. Het is alweer maandag. Het was een vervelend weekend. Ik was helaas ziek. Dus ben lekker thuis gebleven. Heb lekker helemaal niks gedaan. Als anders dan mijn neus snuiten en niezen. René is deze nacht bij Els geweest. Want die is aan de tweede heup geopereerd. En Jessie die is lekker naar school. Het is echt ongelooflijk poep weer. Dus ik ben een beetje thuis wat aan het rommelen geweest. Ik ben... ik heb wat gekookt. En ik heb de stoel in de grondverf gezet. Kijk. Dat ziet er alweer een stuk beter uit. Deze plankjes. Die laten we even lekker drogen. En dan licht opschuren. En dan gaat er een kleurtje op. Dan is die weer klaar voor zijn tweede leven. We zijn even lekker aan het eten. Dit is salade. Ja, lekker. Ook heel lekker. Die hou ik van. Heb je die al geproefd? Ben je klaar voor? Ja? En? Ja? Zo. Een hele goede morgen. Nou ja, goedemorgen. Ik heb heel slecht geslapen. Ik ben het theetje aan het zetten. Het is 7 uur. Ik mag eigenlijk om 7:15 niks meer drinken. Dus ik dacht, ik ga nog even snel een theetje zetten. Gemberthee. Omdat ik altijd zo ongelooflijk misselijk word na de narcose. Waarschijnlijk door de morfine. Misschien niet door de narcose, maar door de morfine. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik dacht, nou ja, gemberthee lijkt er altijd tegen te helpen. Dus misschien helpt het als ik van tevoren even wat thee neem. En dat ik dus ook van tevoren eventjes nog wat gedronken heb. Want misschien is het ook niet helemaal goed als je helemaal uitgedroogd bent. Want daar kan je natuurlijk ook misselijk van worden. En normaal gesproken ben ik als eerste aan de beurt, dus dan moet ik daar al om 8 uur zijn. En dan had ik dus om 5 uur of zo, was voor het laatst kunnen drinken. Maar ja, dan ben je nog aan het slapen, dus dan heb je misschien om 12 uur 's nachts voor het laatst gedronken. Dus ik dacht, nou, ik zet mijn wekker eventjes iets eerder, zodat ik toch nog wat kan drinken. En fingers crossed. Ik heb een grote pot gedroogde gemberthee. Doe ik dus in een zakje en daar gaat mijn thee koken. De fluitketel! Het is dus de dag van de operatie. Proost! Nou, we zitten in de auto. We zijn er klaar voor.
de gemberteentjes naar binnen geklokt. Oei. Er zag even iemand dat even niet door dat rechts voorhangen. En we zijn... Nou, niet als je met 50, 60 straten brandt. Nee. We zijn dus onderweg. Naar het ziekenhuis. Maar als eerste gaan we nog even snel langs de apotheek. Want die hebben mijn medicijnen in de kluis gedaan. Het was nog even stressen. Want het was weer zover dat ik dus blijkbaar een herhaalrecept nodig had. En die was maar niet gestuurd. En toen had ik ineens nog maar één pilletje over. Dus nou, uiteindelijk is het geregeld. Maar toen heb ik aan de apotheek gevraagd. Ik zeg, joh, maar is het nou echt nodig dat ik elke keer zo'n recept ga vragen? Want dit moet ik echt nog wel de komende 8 jaar gaan slikken. Ik zeg, dit heeft nogal wat stress gekost, zeg maar. Als ik dan ineens weer hoor van, oh, ik heb weer een herhaalrecept nodig. Dus als het goed is, hebben ze mij nu als herhaal in het systeem gezet. Dat gewoon na zoveel tijd gewoon niet opgesteld wordt. En dat ik dan gewoon een bericht krijg dat het klaar ligt. En nu geen 8 jaar. Nou, ik hou even 8 jaar aan. Omdat die injecties heb ik natuurlijk wel eerder. Maar de pilletjes niet. Dus. Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik heb niet zo lekker geslapen. Nou is dat meestal, ook als ik dan uit de douche kom en ik heb mijn haar gewassen en ik heb nog natte haren. Op een of andere manier lig ik dan gewoon voor gaan eten. Graag is dat. Nou, Sergio die gaat ook nog langs mijn moeder. Die gaat even deken en kussen ophalen waar ik bij mijn moeder onder geslapen heb. Want daar heb ik eigenlijk best wel goed op geslapen. En voor mijn gevoel minder opvliegers. Dus ik wil eigenlijk even kijken of dat dan bij mijn thuis ook zo werkt. Dat zou natuurlijk wel heel erg fijn zijn. Telkens die zweetuitbraken en zo. Dat is wel heel erg vervelend. En het kan natuurlijk zijn dat het wel ook meer getriggerd wordt door mijn soort hoest en zo. Wat gaat met jou? Ik heb niet fantastisch geslapen, maar een beetje... Ik voel een beetje bleh. Jessie had ook weer in de hoofd vol met snot. Ja. Alsof het dan toch weer een beetje opvlamt of zo. Ja, dat weer werkt ook niet mee natuurlijk. Nee. En het is druk. Nu al file. Fijn. Ik ben toch blij dat we dan nu al zijn gaan rijden. Ja. Maar als derde aan de beurt, 9:15. Ik ben benieuwd of ik dan geholpen word of dat ik gelijk ga liggen. Ja. Nou, we liggen. Ja. Ik ben pas om 1:30 aan de beurt. En het is nu 9:30, dus ik moet nog wel even wachten. Iets langer dan verwacht. Gedacht. Ja. En ze zijn nu 4, terwijl ik gisteren hoorde 3, dus er is iemand tussen gekomen. Ja. Spoedje. Goed, ik lig helemaal kant en klaar. Voor deze het weten is het weer morgen. Ja. Hoe is het? Ik hoop dat het allemaal meevalt, maar het zal er niet. Ja, dat is niet de instelling, hè? Ja, maar ik ben al die tijd al heel positief geweest en dat heeft ook niet op. Wel qua pijn was het allemaal goed te doen, maar die misselijkheid is vreselijk. Maar goed. Ik ga het gewoon elke keer aangeven. En dan hopelijk kunnen ze me wat telkens geven er tegen. Ja. Bouillonnetje. Bouillonnetje. Ik zeg het normaal gesproken, dan eet ik pas om 1 uur of 12:30. Zonder problemen. En nu denk ik om 8 uur al, ik heb honger. Ja, spanning. Ja. Te veel doen. Ja. Bezig geweest, ja. En ik doe mee aan een studie. Zonder dat je het wist. Nou, dat was vorige keer ook al. Dat loopt dan best wel lang. Wat, dat drinken? Ja. Oh. Dat ze dus nu
je dus nu wel een glaasje mag drinken elk uur voor de OK. Ze gaan kijken of dat net zo prima werkt of misschien wel beter. En als het gewoon hetzelfde is, dat het dan comfortabeler is voor de patiënt. Ik denk niet per se beter, maar dat het dus niet veel uitmaakt. Nee, precies. Je moet niet bomvol zitten. Nee. De patiënten hoeven te pijnen, hè? Nee, dat je helemaal uitgedroogd bent, want daar kan je ook misselijk voor worden. Ja, dat is ook niet best. Ja. Nou ja. Oké dan. Nou ja, dan... Tot na de operatie. Moet ik afscheid van je nemen. Ja. Sterkte. Dankjewel. Doei. Het is operatiedag. René die is onder het mes nu. Het zal tot 2 uur duren ongeveer. Ik ben nu naar huis. Ik ga nu Jessie halen, want die heeft nu ook nog zwemles. En ik heb al gekookt, dus dat scheelt. Dan zo meteen naar huis. En dan gaan we lekker eten. En dan gaan we op bezoek bij René. Ik heb deze gehaald. Ze zegt, ik heb zin in wat lekkers straks. Het is een powerhouse. Dat mag gezegd worden. Dus die kan ze lekker opwezen. Ik hoop dat ze niet te misselijk is. Dat zou eigenlijk vervelend zijn. En door. Zo. Hallo. Zo, lekker. Hey, ga even zo zien. Kijk, als je zo filmt, met het licht naar je toe, dan zie je jezelf heel goed. En als je dan de andere kant op draait, dan wordt het heel donker. Dus zo wordt het dus heel donker. Dan wordt het donkerder, inderdaad. Vertel maar wat we gaan doen. We gaan vandaag voor het eerst mama op, mama op bezoek. Zal ik je helpen? Je kan ook zo hier neerzetten. Dan kan je op je knietjes. Dan kan je precies de afstand nemen. Moet je iets hoger gaan zitten. Ja. En dan kan je. Dan kan je daarin praten. Vandaag gaan we voor het eerst mama op bij mama op bezoek. Dus we gaan kijken hoe het met haar gaat. Ja. Want waar is mama? Ze wordt geopereerd. Ja. Mama is geopereerd. Oh, dank je. Dat was net naar de zwemmer. Maar net thuis gekomen en... Ja. Geen meteen weg. Nou, onze jonge vlogger in spe. He knows his way. With the camera. Ja, stomme daddy jokes. Nou, Jesse heeft inderdaad lekker gezwommen. En hij heeft onwijs goed gegeten. Hij heeft gewoon 2 bakken macaroni op. En 2 schaaltjes rijstdessert. Je hebt ook heel hard gerend en zo vandaag, hè? René is wakker geworden met heel veel pijn. Ze had het heel erg koud en ze voelde zich niet zo lekker. Dus we gingen maar haar brengen. Dus we gaan inderdaad wat lekkers brengen en een knuffel geven. En dan denk ik dat we niet al te lang gaan blijven. Dat ze gewoon eventjes lekker kan bijkomen van alles. En dan komt ze morgen naar huis. Goed plan? Oké, okay, let's go! Zeg je nog iets? Daarna! Medicijntjes in. Daar zijn we dan. Voor. Is dit? Deze? Ja. Dat is mode. Dat is een mooi. Wat zei je net? Wat had je net nog gezegd? Een verrassing voor je. Een verrassing voor mij? Powervrouw zelfs, hé. Oh,
Dankjewel. Wat zei je net nog toen we naar boven gingen in de auto? Je moet wel... Dat deed ik even niet meer. Dat je het niet leuk vindt dat mama hier moet blijven? Oh ja. Ja. Ik wil nog eventjes een beetje bijkomen, maar als het kan, dan mag ik wel mee naar huis. Zou je dat willen? Dat zou wel fijn zijn. Ja, dat moest tijdens de operatie, omdat daar mijn piercings nog zitten. En eigenlijk moet alles uit, maar die krijg ik nooit uit. En anders krijg ik ze er nooit mee. Zo. Nu jij even perfect. Ja. Zo. Zo in je elleboog. Supergoed. Ik heb papiertje nodig. Mama. Ja, papier. Zeg maar. Wat moet ik zeggen dan? Nou, gewoon... Wat er met je was gebeurd. Wat er met me was gebeurd. Ik ben geopereerd, hè. Ze hebben lipofilling bij mij gedaan. Vanuit mijn buik. En dan heb ik helemaal een corset aan. Zo, helemaal strak. Maar dat hebben ze dan helemaal zo hier afgetekend. En weer onder. En nou, dat schijnt allemaal goed te zijn gegaan. Alleen na mijn operatie werd ik weer heel erg naar wakker. Ja, dus ik werd heel erg naar wakker. En toen, want ik heb altijd heel erg veel moeite om uit de narcose te komen. Dan ben ik ontzettend moe en dan kan ik bijna mijn ogen niet open doen. Dan doe ik even zo, dan doe ik hem weer dicht en doe ik zo. Er is zoveel licht. Dat vind ik dan heel moeilijk om eruit te komen. En toen ging ik helemaal trillen, heel mijn lichaam ging trillen. Ja, dus het voelde meer alsof ik het heel koud had. Maar ik denk ook dat mijn lichaam in shock was van de operatie, de adrenaline. Het was heel erg vervelend. Dus ik probeerde het weg te krijgen met ademhaling, maar dat lukte niet helemaal. Dus toen hebben ze me toch wat gegeven. Maar je bent weer eindelijk weer thuis. Ja, ik mocht wel eerder naar huis, hè. Ja. Je hoefde niet te slapen. Dat was een verrassing, hè. Ja, vond ik ook. Ik heb geen drains. Ja, ik ben wel misselijk weer geweest. Dank je wel. Dat was mijn papa. Ja, ik ben wel misselijk geweest, maar gelukkig niet hoeven spugen. Ja, dus als ik wilde, mocht ik naar huis. Dus toen dacht ik, nou, als ik inderdaad, als het gaat, dan ga ik ook liever naar huis. Maar ze hebben met het prikken ging niet helemaal goed, want ze kunnen mij... Met het prikken ging niet helemaal goed, want... Ze prikte je verkeerd. Ja, door de chemo's en allemaal die ik heb gehad, kan ik dus, zijn mijn aders een beetje moeilijk te vinden. Toen hebben ze op mijn hand eerst geprobeerd. En toen gingen ze zo door mijn ader heen. Dus dat was niet zo heel lekker. Niet goed. Ja. Nee, een duimpje omlaag. En toen hebben ze de anesthesist erbij gehaald. En als het hem niet zou lukken, zouden ze er nog een echo-apparaat bij houden. Maar dat was gelukkig niet nodig. Dus toen heeft hij hem hier gezet. En dat ging gelukkig wel gewoon goed. Oh ja. Alleen heel gek, na de operatie heb ik ineens hier zo. Dit takje? Een beetje. Een doof gevoel? Ja. Dus dat is raar. Dus dat heb ik even gevraagd aan de arts. Ik heb even een mailtje gestuurd. Heb je nog steeds? Dit zijn mijn schoenen. Dit is koffie. Dit is papa. En Jessie Silver heeft een super lieve tekening gemaakt voor mij. Doe dat dan niet? Ja, maar ik zit nu toch net nog niet. Jawel. Nou, ik heb een hele strenge man. Voor mama van Jessie Silver. Ik hou van jou. Jij bent de allermooiste. En jij bent lief. En jij zorgt erg goed voor mij. Dankjewel. Ik ben bang in het donker. Maar jij helpt me goed. Heel goed in het donker. Nou, dat is toch een geweldige tekening en lieve woorden van jou, hè? En ik vond ook dat je me heel lief geholpen hebt gisteren met aankleden. Ik was een beetje te ziek daarvoor nog, hè? Jij bent mijn licht in het donker. Ja, echt een super... Cookie! Jij bent een super cookie.
En toen heb ik ook nog van papa en Jesse Silver Power Vrouw gehad. Met chocolaatjes. Lekker. En nu jij naar school, hè, liefie? Dan zie ik je strakjes weer. Ik ga kijken of ik er nog zo eentje kan maken. Hé, maar hoorde ik nou dat jij gisteren helemaal droog bent gebleven? Huh? Was jij nou gisteren helemaal droog gebleven of niet? Ja? Ja. En heb je ook al een pinnetje gehad dan? Hoe laat is het? We kunnen nog maar even snel medaille pakken. Oh, ik ben benieuwd. Welke medaille heb je te pakken? Mag ik eens kijken? Nee, dat is ook de bedoeling. Het is ook donker. Ja. Deze. Ik... Kom even. Wat heb je? Wat oh, heb je? Ginny! Heb je Ginny? Oh. Ja. Hé, hey, Ginny. Ginny. Daar had je een tas van, hè? Hangen. En die wil je op deze vest? Die wil ik op mijn Ginny-tas. Oh. Oh, dat kan ook, maar die gebruik je niet meer. Oh, die hebben we toch weggegooid? Die hebben we volgens mij weggedaan, want die was kapot. Ja, die was kapot, liefje. Dus dat gaat niet. Die gaf helemaal af. Het hele blauwe, dat kwam eraf en zo. Daarom heb je een nieuwe tas gekregen, toch? Van Stitch. En soms als je spulletjes hebt gebruikt, Jessie, want daar zijn ze ook voor, dan zijn ze gewoon op, dan zijn ze klaar. Dan kan je alles wel blijven bewaren. En dan moeten we opslagplaatsen erbij huren en vraag maar aan oma. Oma Elsje, die weet er alles van. Weet alles over voeten. Nee, ja, ook. Maar oma Elsje weet ook alles over een... Opa Hans die alles bewaarde, heb ik me laten vertellen. Ja. Dus ook dat over een olifant. Die bewaarde ook een olifant, inderdaad. Laat hem eens zien. Ginny. Hij is echt Ginny, super grappig. Ginny. Deze kan hier wel op, denk ik. Ja, ja dat kan wel. Wilde ik ook hierop. Hierop. Nee. Of op. Deze. Echt een gave medaille. Heb je goed verdiend, deze, jongen. Of op deze. Die wil. Nou, en als je dan weer heel goed je best doet vandaag, dan heb je er misschien wel twee die je kan pakken vandaag. He, want dan mag je vanmiddag, vanavond ook nog een keer. Ja, maar ik had al een keertje. Al twee keer. Super cool. Trots op jou, jongen. En ik ben ook extra trots op jou omdat je heel goed je best op zwemles hebt gedaan. De meester was helemaal blij met Jesse Silver 2.0. Dus dit... Hij zegt gisteren in de uitzichtjes: papa, ja. Ik vraag me af, ja. Waarom mogen meisjes altijd voor? En wat zei papa toen? Omdat ik het niet meer weet. Ja, luister nooit zo goed. Ja, ik zeg, meisjes die mogen niet altijd voor. Ik zeg maar, wat jongens vaak doen, is dat meisjes dan voor mogen. Of dat ze zeggen, dames gaan voor. En dat is hoffelijk. Hoffelijk, dat is soms... Die weet je niet. Hallo, hallo, apie. Dat is hoffelijk. Dat is soms een etikette, noemen we dat. Zeker met eten. Gedragsregels. Gedragsregels. En dat is heel, hoffelijk van jou. En ik weet zeker dat jij dat ook later gaat doen. Want jij bent nu al heel attent. En je kan heel goed delen en zo. En je bent een apie. Hij is een paringsdans aan het oefenen. Ja. Met die tong erbij. Kijk dan. Gekkie. Love you. Nou, tijd voor school, schat. Oh, nieuwe dingen cool. Leren. Oh. Goedemiddag. Het is dag 3, moet ik eigenlijk zeggen, denk ik. Vrijdag. Voel me vandaag iets minder geweldig. Minder goed geslapen.
misschien ook wel logisch. Op die dag van de operatie, dan ben je natuurlijk ook gewoon helemaal kapot. En je lichaam is moe en morfine en narcose en bla bla bla. Dus, en nu komen de ongemakjes meer om de hoek kijken. Ik heb nog steeds last van een dove tong. En nou, dat kan van een narcose komen. En als het goed is, zou dat wel met een paar dagen weer weg moeten trekken. Dus laten we het hopen. Ik heb het corset aan. En ik moet eigenlijk dus juist aan de bovenkant niks. Maar wel waar het is weggehaald moet ik een corset aan. En dat moet wel 6 weken. Of in ieder geval iets straks. Ah, man. Ja, ik moet natuurlijk straks zitten. Dus je krijgt ook wat minder lucht. Het zit wat minder lekker. Ik moet echt even kijken of ik iets kan vinden wat minder van die harde dingen heeft. Want dat zit dan ook weer in je borst te prikken. Dus ja, dus je zilver is naar school, Sergio is werken, het zonnetje schijnt nu eventjes, dus ik denk even wat frisse lucht buiten halen, even een bakje buiten. Dag 4 na de operatie en we hebben gezellig bezoek. Ja, en als er bezoek is, dan moet er gebad worden. Helemaal als ik twee van deze hulpcheffies heb, toch? Ja, inderdaad, ja. Dus, wat zijn we aan het doen? Waar zijn we mee begonnen? Cupcakes aan het maken! Oh ja. Zo. Dat gaan we inderdaad maken. Het worden cupcakes met appel. En met pistache. Pistache? Met ijs. Kijk wat je doet, liefje. We kunnen wel beslag hebben. We kunnen we wel proberen dat we wat verschillende maken. Verschillende cupcakes. Ja. Ja. Is wat pistache. Ik heb nog pistache crème. Chalai dinges. Nee, ja, dat ook weer. Crème. 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 Oké, okay, wie wil de appeltjes afmaken? Ik kan hem afmaken. Ja, nou, dan gaan wij vast hier. Mogen we, oh, nee, laat maar lekker liggen. Ik ga alleen heel even kijken of ik nog die mixer heb. Ja, ja, of ik nog cupcake papier. Want dan hoeven we niet te wachten. Ik heb namelijk die vormpjes, daar kunnen er 12 in. Maar daar hoeft niet per se zo'n ding in. Maar deze is toch al uitvorm. Dus dan doen we die zo meteen los op de andere bakplaat. Oké. Okay. Zo, die is mee. We gaan inderdaad eerst. Mag je alle eieren in de kom doen? Eieren mogen in de kom. En dan mag je het schil. De schaal van de eieren mag je dan daarin doen. Sorry, maar... ja. Er zit ook een schil aan de rand, hè? De schilletjes moeten er niet in, hè, Jess? Dat was niet lekker. Zo, hoppakee. Natuurtalent. Ze moeten allemaal gesneden worden, toch? Ja. Nou ja, als we verschillende gaan maken, dan heb ik wat te veel appels. Zo. Oké, Jess. Ja, die melk mag erbij. Allemaal? Gewoon allemaal? Alle melk mag erin, ja. Ja, toppie. Ja, goed. Dan een beetje meel. Nee, de bloem mag er zo meteen, of meel inderdaad, maar dit is eigenlijk bloem. Deze helemaal erin. Dan mag deze er weer op. Oh, de camera is ingezakt. Oh. Papa, hier heb ik jou even voor nodig. Heb je mij ervoor nodig? Even hiervoor.
Ja, goed zo. Heb je mij niet voor nodig? Maar is die nu al vast? Die is vast. Oh, mag die dicht, dan mag je aan. Ja. Ja. Appels zijn gesneden. Helemaal top. Mogen jullie hier samen de vanillesuiker in doen? Ja. Dan mag een lepel kaneel in. Een theelepeltje. Twee? Eén theelepeltje. Dat ruikt echt lekker. Ruikt lekker, ja. Daar heb ik neergelegd, dat lepeltje. Ja. Ja, goed zo. Oh, wacht even. Hier, hou jij de camera eens even vast. Je gooit een hele pot kaneel naast. Zo. Ja. Dankjewel. En dan mag één... shit. Chips. Ik zei geen shit. Ik zei weer geen shit. Chips. Er mag een... De mixer mag wat harder, Jesse. Zet hem maar op 4. Dat is 2. Dus... 3. 4. Goed zo. Daar mag nog een lepeltje bakpoeder bij. Dat is poedersuiker. Bakpoeder is deze. De poedersuiker hebben we pas straks nodig. Mag Nienke ook nog wat doen? Nee! Laat Nienke maar doen, deze. Laat Nienke maar doen, deze. Ja, dat is genoeg. En dan mag je met een vork... Ja, dat ben ik eigenlijk. Met een vork of met een garde even die droge ingrediënten door elkaar mixen. Wat is een garde? Samen doen. Ja. Rustig. Je moet niet over de rand heen gaan. Het ziet er al lekker uit. Ja, het ziet er zeker lekker uit. Kanten. Ja, laat Nienke ook nog maar een beetje mixen. Ja, die laten we lekker mixen. Als je wel op dat deel dat niet alles onder is. De hele keuken onder. Ja. Ja, alles. Kom, schudden. Ik kan niet zien, dit is hoofd. Sneller. Even wachten. Sneller. Sneller. Sneller! Je moet wel echt een tegen dat het blijft. Hou vast. Een trucje, want hij komt nooit altijd helemaal goed bij de bodem en bij de randjes. Klaar. Ja, het is heel lekker. Ik kan ze echt niet stoppen met eten. Ja, dat is op zich wel genoeg. Zet ze er maar in, Nienke. Als je hem open doet. Ja. Dan kun je dat rooster op die onderste geleiders zetten. Deze? Ja, pas op, want de dingen... De deur kan ook heet zijn natuurlijk. Ja, een beetje optillen. Ja, en dan schuif je er zo overheen. Een beetje optillen. Dat was goed toch? Nee, je moet verder kijken. Oh ja. Toppie. Dan ben ik morgen ziek. Nou, deze cupcakes zijn bijna klaar. Zien er goed uit. Dat zijn de kistjes. Je hebt toch genoeg geholpen. Ze zijn bijna klaar. Wat was jij aan het doen? De warmste temperatuur ooit gemeten is dit. Oh. Maar hoe zou je de zin kunnen aanpassen? Alle Albert Heijn plaatjes.
zonder dit woord te gebruiken. Dat is een veldmuisje. De veldmuisje is 56,7 Celsius. De Midden-Amerikaanse tapier. Bijna goed. Wat zal je hiervoor zetten? En je wordt hard geleerd. Oh, ik weet het, dat is een slang. Oh nee, de tijger. Dus dan kan je zeggen, A is dit. Of je schrijft misschien, nee, temperatuur moet, is je dit. Je moet toch heel die zin opschrijven? Nee, pas de volgende. Hier gaan we lekker couscous maken. Couscous met barbecue chicken. Barbecue en chips. En allemaal snoep. Ja, snoep van de barbecue. Ja, luister. Ratelslang. Ja, de Texaanse ratelslang. Goed zo. Even kijken, met een hamburgertje en gegrilde bloemkool. Dat is onwijs een gezellige dag. De cupcakes zijn niet vergeten, maar ik ben suiker vergeten. En de rest was wel heel erg lekker. We hebben onwijs gezellig gegeten, gezwommen. Ik ben snoet verkouden weer. En ik ga lekker Els naar huis brengen. En dan in een lekker warm bad. Dat ga ik doen. Toen was het stil. Oh, kom. Niet meer mee, Scarlett. Krijg ik ook nog een knuffel, Jess? Daar gaat je. Hij gaat ze gewoon inkomen met zijn voeten. Ja. Op de bank. Ja, hele goede morgen allemaal. Ik voel me redelijk. Behoorlijk verkouden. Maar ik wil je even een behoorlijk zeldzaam tafereel laten zien. Daarom heb ik ook even snel de camera gepakt. Ik ben een beetje buiten adem. Want dit is echt, in 8 jaar tijd bijna nooit voorgekomen. Het is 8:30. René ligt nog in bed. Die hoeft niet te werken. Dus er is eigenlijk geen enkele reden voor haar om nu wakker te zijn. Ze ligt gewoon te TikTokken. Zo'n toonladders aan het zingen. Kijk. Do, re, mi, fa. Fa. Je mag nog niet zo hard lachen. Helemaal gek, ja. Papa, oh, weer een hechting los. Oh man. Nou, het is wel lachen met jou, hè? Het is wel lachen. Ik heb in ieder geval iets kunnen slapen. Ik heb even dat corset uitgedaan. En ik heb wel iets gevonden. Die in ieder geval een beetje. Ja. Het zit niet super, super strak. Maar ik dacht, dan kan ik tenminste gewoon buigen. En ik heb natuurlijk al last van mijn heupen en dit soort dingen. En dat corset. Je hebt het ook wel snel op je heupen. Ik krijg het heel snel op mijn heupen. De corset heeft zo'n harde rand, waardoor dat natuurlijk, als ik dan een beetje zo doe, dan zit het aan de onderkant en daar heb ik dan ook natuurlijk litteken of hechting pleisters nog. Ja, hechting pleisters. En ik wil heel graag luisteren naar je verhaal, maar ik moet echt heel nodig naar de wc. Dan moet ik zelf dan. Ja, mag jij nou niet tillen, hè? Dat is best wel zwaar. Waar ik vooral last van heb ook, is het likt in mijn hoofd. Dus dat komt denk ik echt door de narcose. En dat vind ik echt zo vervelend. Als ik me dan niet lekker in mijn hoofd voel, dat ik dan me raar voel en zo.
Ja, dat vind ik echt gewoon vreselijk. Ik heb ook wel echt van, ik ben daar echt helemaal klaar mee. Voorlopig, als het niet echt moet, zeg ik nu, dan heb ik echt even geen zin in een vervolgoperatie. En dat is dan puur omdat ik gewoon heel naar word van de narcose, morfine, weet ik veel wat. Dus niet eens de operatie zelf, want dat kan ik wel handelen. En dan weet ik niet of dat dan, dat het inderdaad echt qua pijn en zo reuze meevalt. Want ik heb eigenlijk vrijwel geen pijn. Of dat mijn lichaam gewoon goed tegen pijn kan. Daar ben ik wel achter gekomen de laatste paar jaar. Maar dat niet lekker in mijn hoofd, dat draaierige. Als je maar even te snel omkijkt, dat je dan, ja. Ik heb ook het gevoel alsof mijn ogen dan een beetje raar gaan doen of zo. Dat is echt heel vervelend. Maar goed. Ja, daardoor is er ook niet echt van gekomen om het een en ander te filmen. Want ik heb er gewoon niet de energie voor gehad. Maar gisteren hadden we visite. Mijn moeder is langs. Oh, nou, dat heb je gezien. Mijn moeder is langs geweest. Mijn schoonouders. En nichtje van Sergio was gezellig mee. Maar ik merkte wel dat ik echt wel. Ik was er niet helemaal bij, zeg maar, die dag. Dus. Aan mij hebben ze niet veel gehad. Maar goed. Daarvoor is deze herstelperiode ook. Nou, ik ga ervan uit dat ik me wel redelijk genoeg voel. Want ik zou vanavond uit eten gaan met mijn werk. En daar had ik al van gezegd van, nou, ik zou het wel leuk vinden om alsnog mee te gaan als het lukt. Maar goed, ik moet wel gehaald worden. Maar ja, of ik nou thuis eet of daar, dan kan ik in ieder geval een mes snijden. Met een mes snijden, dat kan ik nog wel. Verder word ik weer een beetje gek van alle verhalen om me heen van mensen die weer borstkanker krijgen. Dat ze het terugkrijgen of. Nou ja. Het zijn ook niet de verhalen die je wilt horen of lezen. Aan de andere kant is het natuurlijk jouw eigen verhaal. Je kan alleen maar naar jezelf kijken. Maar. Het voelt gewoon zo onvoorspelbaar en het is zo oneerlijk. Maar ik ben 23 juni 2021 begonnen met de chemo's. Een dag daarvoor op mijn verjaardag gelijk met als eerste behandeling de Lucrin, dus de antihormoontherapie. Dus ja, dat is ook niet echt een datum die je vergeet, hè? Dat je gewoon op je verjaardag even de overgang in wordt geslingerd. En dat betekent dat we wel vanaf de diagnose, zeg maar, 3,5 jaar ongeveer verder zijn. Je hoopt dan in al het ongeluk die je hebt gehad, dat je daar dan toch weer gewoon heel erg geluk mee hebt. En dat het gewoon niet terug gaat komen. En dat we alleen maar hoeven te denken aan herstel. Maar goed, het blijft zo dat elk pijntje die je hebt, elk steekje die iets te lang aanhoudt, dat je daar gelijk van in de stress raakt. Dus dat is ook niet fijn. Hallo. Nou, zoals jullie zien heb ik even een make-upje opgedaan. De camera was leeg. Nou, zoals jullie zien heb ik even een make-upje opgedaan. Want ik dacht, het is wel ook lekker om gewoon eventjes je op te maken, leuke kleding aan te doen, in plaats van in een joggingbroek te blijven zitten, make-uploos. En op een of andere manier doet dat toch altijd goed. Ik heb echt geen idee hoe dat kan, dat je je dan toch wel wat beter voelt of zo.
Misschien doordat je die dingen bent gaan doen, dat je bloed wat meer is gaan stromen. Geen idee. Anyway, we zijn net eventjes een kopje koffie gaan drinken bij het tuincentrum. Even eruit, even frisse lucht. Gelijk even checken of het gaat om in de auto te zitten. Ik ben nog wel licht in mijn hoofd, maar het ging. Dus ik ga dadelijk toch lekker mee uit eten met mijn collega's. Dan word ik straks opgehaald, dus dat is helemaal fijn. Tijdens het shoppen... Nee, het ging eigenlijk niet om te shoppen, maar ja, ik kom toch altijd wel met mijn dingen thuis. Zag ik echt hele leuke tegeltjes. En ik kon ze gewoon niet laten. Ik zeg, deze moeten mee voor in de hal. Helemaal te leuk gewoon. Kijk nou, salabie. En krijg nou tips. Dat zeg ik heel vaak, hè, schatje. Ik zeg altijd, krijg nou tieten. Krijg nou tieten. Krijg nou tits. Dus die is helemaal leuk. Het grappige was ook dat er ook eentje hing met schattenpatatie. En daar is onze opening op gebaseerd. Hij lieve patatties. Is eigenlijk van schattenpatatties. Maar die had niet helemaal de achtergrondkleur die bij ons huis matcht. Dus dat was hem niet. Anders hadden we ook nog een zak patatjes op de muur gehangen. Helaas. Helaas, pindatjes. En Sergio is ondertussen bezig. Weer in de keuken. As always. Ja, en, is niet verrassend meer. Is niet verrassend meer. En wij hebben een heel schattig bloempje gekregen. Dus die hebben we nu even gewoon hierin gezet. Maar ja, deze hoort... Oh, gaat wel lekker. Deze hoort hier natuurlijk niet echt bij. Dus daar hebben we een heel leuk, schattig... potje voor gekocht. Dat duurde gewoon bijna een minuut voordat ik op het woord kwam. Potje. Bloempot. Ja, is helemaal schattig, schat. Ja. Helemaal leuk. Ik denk wel dat ik hem in het plasticje laat. Zodat ik niet nog hem eruit ga halen. Hij staat wel stevig zo, denk ik. Ja, maar doen. Oh, oh, oh. Nou, ondertussen ook gelijk even een nieuw geurtje gekocht. Voor in mijn mooie katalysator. Dus die gaan we ook gelijk even uitproberen. Maar ik denk wel dat ik een nieuwe lont nodig heb. Dus ik wil even kijken of ik die nog heb. Nee, ik heb die nodig. Oké. Ja, maar hij, normaal staat hij in de fik en dat doet hij niet meer. Er zit niks in. Hij is niet leeg. Wel. Pakken we even onze mooie handige dingen erbij. Oh, dit gaat weer helemaal fout, hè? Ik ben aan het lekken. En Sergio had trouwens gelijk, hij was hartstikke leeg. Ja. Ik ben aan het lekken. Zal ik hem volgooien? Toch? We hebben nog maar één geur, dus ja. Niet. Oh. Helemaal overheen. Echt? Ja. Jij zit met het vetter gewoon. Nee, helemaal niet. Het ging er hier overheen. Kijk. Nou. Hoppakee, lont terug. Wat de fout zie je. Nou. Nou. Aansteken die hap, zeggen we dan maar, hè? Light in the bitch. Light in the bitch. Goedenavond. Welkom bij Klussen met Sergio. Sergio probeert een kabel te fixen. Ja, op zich is de poging, is niet echt de poging, ik weet al wat ik moet doen. Ik heb alleen geen bankschroef, dus ik kan ze niet echt fatsoenlijk... Nou, het is gelukt. Ik heb hem even kunnen vasthouden en nou is het gelukt. Ja, was mijn bankschroef. Ja, toppie. Dankjewel. Nou, wat we gisteren hebben gedaan,
Dat was toch niet helemaal de oplossing, want het moest gespiegeld. Maar 8 keer een scheepsrecht en hij doet het. Heb je hem toch gefixt? Ja, van fouten leren, hè? Ja, dat is even waar. Nadenken. Vroeger heb ik het heel vaak gedaan. Nou, even nadenken en even papa gebeld, hè? Ja, oké. Okay. Even nagekeken. Even credits. Even credits geven. En je hebt zeg maar drie, dit is de XLR, zeg maar. Die heeft 3 draadjes, 3 pinnetjes. Dus ik dacht, nou, er zijn 3 eentjes zo hoog. Dus ik leg ze naast elkaar. Ik denk, zo moet ik ze doen. Nou zie ik trouwens dat hier ook cijfertjes op staan. 1, 2, 3. Dan zal daar ook 1, 2, 3 staan. Dus ik dacht, links moet links, rechts moet rechts. Maar deze gaat zo. En deze gaat natuurlijk zo. Gespiegeld. Beter later nooit. Ja. Maar ja, omdat ik ze dus ook nog allebei los heb gehaald, had ik dus, ik dacht, hij gaat er niet meer in. Had ik die mantels verwisseld. Tijd voor koffie. Nou, we zijn inmiddels een week verder. En je zou kunnen denken van, hey, waarom is jouw mond zo rood? En ben jij zo, glim jij zo? Nou ja, ik dacht, het is wel tijd om even mijn holbewoners outfit uit te doen. En even gewoon alle haren eraf te scheren. Want er komt weer. En ik had ook waxstrips gekocht. Toen dacht ik, ja, want die snor begint ook aardig aan te groeien. Weet je, ik moet er niet dadelijk zo bij lopen. Er moet nog wel verschil zijn. Dus, ik heb een poging gedaan. En dat glimmen is voor daarna om dat waxspul eraf te halen. Komt goed. En wanneer doe je de rest? Ja, dat laat ik aan de professional over, hoor. Ik heb al die dingen, maar al die donsjes. Ja, dus. Ja, nog steeds mijn shiny princess. Nou, dankjewel. Altijd. Met zonder vacht. Nou ja, dus we zijn een week... Oh, wacht even. We zijn een week verder en het gaat eindelijk wat beter. Iets minder licht in mijn hoofd. Wat beter geslapen. Dat komt wel omdat ik deze bad boy even uit heb gehad. Wel vervangen voor een body, om zo maar even te zeggen. Maar ik dacht, laat ik hem nu toch maar even opdoen. Maar ja, niet slapen is ook gewoon echt funest. En funest is dat gewoon. En ja, doordat ik wel van die strakkere dingen aan heb, heb ik wel het idee dat ik echt veel meer opvliegers heb. Ook overdag. Dus dat is wel echt heel vervelend. If you know, you know. Hè? Maar ik vind het ook grappig om te zien dat nu de blauwe plekken ineens beginnen te komen. Ik zag het, ja. Ik zag deze bad boy. Zag ik vandaag voor het eerst ineens. Dat komt omdat het prikken niet helemaal goed ging. Althans, prikken ging prima. Alleen wel dwars door mijn ader heen. Niet enthousiast. Dat ik zei, oeh, dat is niet lekker. En toen zei ze, ik ben er doorheen. We gaan even de anesthesist erbij halen. Dus, nou, het is ook wel fijn dat ze gelijk actie ondernemen. En niet denken van, probeer het nog een keer en nog een keer. En even zo, hè? Pielen. Even pielen. En verder, ja. Nou, zoals jullie zien, is het aardig blauw en nou eerder geel. We zijn behoorlijk, ja. Wel een décolleté. Ik ga weer even mijn shirtje omhoog doen voordat we weer een strijk krijgen voor te veel content. En verder, nou ja. Echt, als je die loslaat, dan voel je alle zwaartekracht ineens loslaten. Dat is ook wel een ding. Nou ja, ik heb dus hier een pleistertje. En ook hier geloof ik ook, hè? De blauwe plekken. Ja, blauwe plekken, ja. Blauwe plekken. Ja. En ja, hieronder. Het ziet er wel hartstikke mooi uit. Ja, ook een beetje blauw. En dan daaronder aan de zijkant de pleister. Ja. Dus, maar goed, het is nu natuurlijk ook een beetje opgezwollen. Het is een beetje, ja,
Je weet niet hoe het er uiteindelijk uit gaat komen te zien. Als het zo blijft, ben ik blij. Part of the process. Maar het is wel natuurlijk nu juist nog een beetje opgezet en zo. Dus dat gaat allemaal wel slinken. Nou ja, het ligt er allemaal een beetje aan hoe het er natuurlijk uiteindelijk uitkomt. Maar ik ben voorlopig er wel een beetje klaar mee. Dat had zij ook wel gezegd. En dat is echt niet vanwege de pijn. Dus als jij normaal gesproken niet zo heel veel last hebt van die narcose of morfine en zo, go for it. Echt waar. Ik heb ook wel een vrij hoge pijngrens, geloof ik. Maar de pijn valt echt reuze mee. Maar ja, toch echt wel een week gewoon helemaal niet lekker van de narcose of de morfine. Een van de twee, ik weet het niet. Ik denk dat het de morfine is misschien. Dus ja, dat maakt het wel echt heel erg vervelend. Ik vind dat een van de ergste dingen. Dat je niet lekker in je hoofd bent. Ja. Dat je gewoon... Wat zei ik nou laatst? Alsof je een soort van ruimte tussen je hersenen en je hersenpan hebt. En dat je dan... Ja, bij de meeste beweging... Dat je gewoon ruimte hebt om je hersenen te laten bewegen. Zeg maar. Ja. Ja. Maar het lijkt erop dat we een stuk beter gaan... Ik moet nog steeds rustig aan doen. Vind ik moeilijk. Zei Jodie, is het de hele tijd. Doe dat nou niet. Eigenwijs. Nou ja. Het zijn we allebei wel een beetje. Hè? Wie? Jij gewoon... en Jessie? Ja. Maar ja, het is gewoon lastig. Ja. Want je wil ook niet de hele tijd om elk wisselwasje vragen. Wil jij dat even doen? Wil jij dat even pakken? Daarnaast ben je toch op een gegeven moment ook alleen. Dus je bent er ook niet de hele tijd. Je moet ook gewoon werken. En dan... Maar ja. We gaan de goede kant op. Precies. Ja. Dus ik denk dat wij hier gaan afsluiten met het fijne bericht. Goed plan. Als jullie nog vragen hebben hierover... dan hoor ik het natuurlijk graag. Het is ook nog eens borstkankermaand. Ja. Alles wat je wil stellen, stel het gewoon... Misschien zit jij wel precies nu net in het proces. Of twijfel je nog over dingen die je zou willen doen. En wil je gewoon inventariseren van ja, wat zijn mijn opties. ik heb toen de tijd ook best wel veel uitgezocht. En echt wel overwogen keuze gemaakt. Ja. Dus nou ja, laat het vooral weten. Voor nu hoop ik dat jullie dit weer een leuke vlog vonden om te bekijken. Of in ieder geval informatief. Ja. Tot de volgende video. Heel graag. Tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zie je next time. Ciao. Ciao.